In het meer van Luna in Heru gewaard, voltrok zich gisteren aan het begin van de avond een drama. Een tweejarig kindje belandde in het water en verdronk, terwijl de ouders in de buurt waren. De peuter werd door omstanders uit het water gehaald, waarna hulpdiensten van heinde en verre naar het strand kwamen voor een reddingsboging. Omdat er veel mensen in het gebied waren, werden er schermen om het slachtoffertje geplaatst. Het kindje werd langdurig gereanimeerd, maar dat was te vergeefs. Later op de avond meldde de politie dat de peuter was overleden. Heel triest. Kindje van twee onverwassen in het water overleden. Ja, vreselijk. Kinderen moet je in de gaten houden. Het kan natuurlijk in de split seconds kan het gebeuren. Het is gewoon ja, heel triest. Ik denk dat de ouders zich altijd schuldig blijven voelen. Getuigen die over het drama willen praten... kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.